Nozems, hippies, punks, krakers, gabbers. Elk tijdperk heeft zijn jeugd van tegenwoordig. Rebelse jongeren op zoek naar vrijheid, naar avontuur. De première van de film New Kids Turbo, een parodie op de hangjeugd in het dorp Maaskantje, is deze week voor Geschiedenis 24 aanleiding om stil te staan bij jeugdculturen door de jaren heen. Zie geschiedenis24.nl. Geschiedenis 24 bezoekt in 2010 Joost Bellenfante, voorman van de hippieband CCC Inc. en ex-provo Luud Schimmelpenning, geestelijk vader van het Witte Fietsenplan. Ze blikken terug op de jaren 60 en de wegen die ze daarna zijn ingeslagen. Zal ik een fotootje laten zien hoe ik eruit zag? Even kijken. Hè? Dat is wel heel maf. Nu ik kan start. Jong zijn in de jaren 60. Het betekende een ruime keuze aan jeugdculturen. Aan het einde van het decennium waren dit vooral de hippie- en de provo-beweging. Joost Bellenfante was in de jaren 60 een hippie. Lang haar, wietplanten in de tuin en wonend in een commune. Hij werd bekend door zijn optredens met de muziekband CCC Incorporated. Wij zagen eruit als hippies. Ons publiek bestond uit hippies. Als wij ergens gingen spelen, dan kwamen we met mannen, vrouwen, kinderen, honden. En dan allemaal lang haar en tafelkleedjes aan. En dan, ja. Luud Schimmelpenning was in de 60er jaren een provo. Geëngageerd, bedachtzaam en wonend in het roerige Amsterdam. Hij werd vooral bekend als ontwerper van het Witte Fietsenplan. Provo's zag er altijd redelijk keurig uit. Ik kwam ook al uit een gezin, we hadden twee kinderen. En ik moest natuurlijk ook gewoon het geld verdienen. Hè? Dus dat liep gewoon door. De hippiebeweging was natuurlijk de geboortegolf. Wij waren de geboortegolf. Wat nu de vergrijzing is. Dat was toen de hippiebeweging. Die hebben dus alles omgegooid, ook omdat het er zoveel waren, maar ook omdat het volkomen vastgelopen was. De verhoudingen tussen de jeugd en de autoriteiten was volkomen vastgelopen. De universiteit was iets wat voor een elite was. Maar moest worden omgevormd tot iets wat voor iedereen was. En dat gold eigenlijk voor de hele maatschappij. Hoe moest dat? Hoe moest je dat doen? Waren er geen voorbeelden? Amsterdam, magisch centrum van de wereld. En bovendien hoofdstad van Nederland. 2 jaar terug, zelfs onverwacht voor de inwoners van dit brave en rustige Amsterdam, begonnen zich vreemde gebeurtenissen af te spelen in het centrum van de stad. Jonge mensen voerden onduidelijke bewegingen uit rond een beeldje op het spui. Zongen, schreeuwden, dansten en riepen leuzen waarvan de betekenis voor autoriteit en burger verborgen bleef. Ze werden provo's genoemd. De provo-beweging ontstond in een absoluut klimaat van stagnatie. Dus het was nog steeds een beetje de periode, de uitloop van na de oorlog, de opbouw. Het was zeker zo dat autoriteiten, politie, dingen, die hadden een soort absoluut gezag. Dat was
Daar werd verder niet over gesproken. Je mocht eigenlijk ook niks. Wat is een provo? Een provo is een anarchistische jongeman die zich dus afzet tegen deze samenleving. Hè? Op grond van de anarchistische filosofie die dus al jaren bestaat. Wat is dan precies een happening? Een happening is elk gebeuren, elke gebeurtenis waarbij er een bepaalde doorstroom plaatsvindt. Waarbij je samenwerkt, waarbij je tot iets goeds komt. Een doorstroom waarvan? Een doorstroom van emoties, van gedachten, van contact. Ja, enorm, tuurlijk. Ja, joh. Alleen dat lange haar al. Dat was natuurlijk een schande. En tuurlijk, en daar hadden mensen die dat af wilden knippen. En hier heb je een kwartje voor de kapper. En je werd ook zelfs geweigerd in restaurants of zo. Ja, mocht je niet binnen. Hadden jullie veel te maken met vooroordelen? Ja, absoluut. Niets anders. Rebellen, lawaaierschoppers, dom, onwijs, jongens met een rare geest, lui waarvan het verstand in het haar zit. En nog wat omschrijvingen die beter niet via de televisie kunnen worden gespuit. Later kwamen er journalisten zoals Hofland of die andere dingen belichten en zeggen, ja god, die jongens doen wel raar, maar hierin hebben ze toch wel gelijk of dit of dat. Hè? Dus toen kwam er dus een andere lijn boven. Hippies hadden geen idealen. Dat is een misverstand. Bij de hippies ging het om het hier en nu. Een ideale is iets wat per definitie in de toekomst speelt. Dus idealen waren er niet. Als je hier en nu een goede wereld maakte, dan was er hier en nu een goede wereld. De hippiebeweging en de provo-beweging verschillen enorm. De provo-beweging was in mijn perceptie een nagenoeg specifiek Nederlandse zaak. Dat was niet wereldwijd. De hippiebeweging was een wereldwijd iets. De provo-beweging was politiek. Het was een politieke zaak, dus die wilde echt door iets te doen in de maatschappij, een witte fietsenplan, wilden ze dingen veranderen. Hippies niet. Als je nu anders was, dan was het anders. Hippie was dus, had in feite geen duidelijke doelstelling. Dus dat was het verschil. Het was dus niet een politieke beweging. Maar wel tot uiting brengen van de verandering van het cultuur. De provo was niet uit op macht. Hè. Het was geen politieke beweging die macht wilde. Nee, wij zeiden we willen de mentaliteit veranderen. We willen gewoon naar andere ideeën. Denkt u dat er een anarchie kan bestaan? En helemaal zuiver een maatschappij dus zonder orde en zo, dat lijkt me dus niet mogelijk. Maar wij streven dus een zo onbegrensd mogelijke zelfstandigheid van alle individuen na. En we kunnen dus proberen een samenleving te creëren die daar zo dicht mogelijk bij komt. Ja, in die periode kwam in Amsterdam toch wat mensen bij elkaar die in een ander licht zagen. Iets wat toch vrij klein begon, kon in no time uitgroeien tot iets behoorlijk groots, hè, voor Amsterdamse termen. De autoriteit en het gezag waren volkomen doodgelopen. Ze hadden al twee wereldoorlogen voortgebracht. Dat was doodgelopen. Natuurlijk had je daar niks mee. En dat hadden de provo's natuurlijk ook niet en de hippies ook niet. Dat was natuurlijk, maar dat lag aan het gezag. Nou ja, de politie was nog gewoon volgens de oude lijn. De politie was het gezag en de macht van de staat. En in principe waren ze ook niet anders gewend dat als zij iets zeiden, dat het ook gebeurde. En de hoofdcommissaris die zei van, nou god, ze kunnen wel doen, maar we zullen zien wie aan het langste eind trekt. Zij hebben door hun optreden een belangrijke bijdrage aan de provo gegeven. Met iedere klap die zij gaven, kwam er een provo bij, bij wijze van spreken. Dat was dus hun optreden, heeft de zaak van provo natuurlijk vreselijk goed gedaan.
de zomer van 67 gingen mijn ouders op vakantie. Ik was 21 niet meer, of 20. En ik bleef thuis. En ik zat op mijn kamertje en ik was aan het schrijven en het denken. En de wereld zag er raar uit. Ik bedoel, je had de Koude Oorlog. Die was best eng. En ja, je had die autoriteiten, rellen, politie. Niet leuk. En op een gegeven moment zat ik op mijn kamertje te bedenken van als je nou... Stel nou, je gaat bij de stoplichten staan. We gaan bij de stoplichten staan en we delen bloemen uit aan de mensen die daar langskomen. Dan hebben ze een hele andere dag. Dan is het ineens de dag heel anders geworden. Ik ben er ingezet met de opdracht om het Witte Fietsenplan te realiseren. We zijn dus tegen de auto. Want een auto, daar krijg je dus een trilneurose van. En je longen worden zwart van de koolmonoxide, je kinderen worden erover gereden. En daarom zijn we dus, hebben we iets hygiënischer genomen. Een witte fiets, waar geen ongelukken mee kunnen gebeuren, waar geen afvalresten over de weg worden gestrooid. En waar je dus, waar iedereen gebruik van kan maken. Dat is dus ook belangrijk. Het is dus ook typisch anarchistisch, in tegenstelling tot de kapitalistische auto. Er is gewoon veel meer vrijheid gekomen. Ik bedoel, wij kwamen dus uit een wereld waarin meisjes niet in een broek naar school mochten. Kan je dat voorstellen? En nu loopt prinses Maxima gewoon in een broek door blauw bloed heen, zeg maar. Ergens kan je zeggen dat is ook een gevolg geweest van de hippiebeweging. Vooral als je terugkijkt, denk je, inzetten op verandering van mentaliteit is natuurlijk eigenlijk vrij geniaal. En behoorlijk idealistisch. Het maakt toch de beweging dienstbaar aan een ontwikkeling. Mensen hadden grote woorden, hè, zoals moeders en weet ik veel wat, maar niemand wist wat te doen. Wij zijn de enige geweest die gewoon toch dat verzet zichtbaar gemaakt hebben. We hebben het ook geweldloos gedaan en het heeft voldoende indruk gemaakt. Je had echt het gevoel als je zo op Kralingen was, of op zo'n groot festival, als je daar was, voelde je je echt opgenomen in een geheel of zo. Beweging kan je niet zeggen, want het was niet een beweging die ergens naartoe ging of zoiets. Die een ideaal had, zoals ik al zei. Maar je voelde je een soort thuis. Dat vond ik gewoon heel fijn. Mist u de jaren 60? Nou, ik vind wel de optimistische tijd en de verandering van cultuur en wat toen in één was. Maar ook het gevoel, het collectieve gevoel van dat alles wel kon. Dat we die wereld wel naar ons hand konden draaien. Ja, dat mis ik wel, hè, want dat zijn we zeker kwijtgeraakt. De jongeren van nu hebben het moeilijk met het vinden van iets. En welke barricades zou je op moeten gaan staan? De wereld is wel heel erg materialistisch geworden. Dus helemaal de andere kant op gegaan dan wij hippies graag hadden gezien natuurlijk. Ja, dus we moeten daarmee dealen, die jongeren. Het lijkt me niet makkelijk om jongeren te zijn nu.